En ik begin met onze ervaren Kamerlid, de heer Bosma. Dank u wel, meneer de voorzitter. Burgemeesters in Nederland worden niet gekozen door de bevolking. Grappig, dat gebeurt wel in landen als Hongarije en Polen, waar Nederland zoveel op heeft aan te merken omdat ze onvoldoende democratisch zouden zijn. Burgemeesters zijn voor hun herbenoeming of de volgende burgemeesterspost volledig afhankelijk van de minister, CQ de provincie. Daar zullen ze dan ook hun hoofd naar laten hangen. Wat de bevolking vindt is niet zo heel relevant. Gevolg, de benoemde burgemeester doet veel dingen die kiezers helemaal niet pruimen. Zie de asielstroom, zie de vernietiging van Zwarte Piet, zie allerlei bizarre klimaat- en milieumaatregelen. Mooi hoor dat de grondwet schrijft, alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. De realiteit is natuurlijk geheel anders. PVV'ers kunnen in de praktijk geen burgemeester worden, zoals PVV'ers sowieso geconfronteerd worden met ontslagen en beroepsverboden. Let wel, het gaat over een partij die de afgelopen 15 jaar stevast de tweede of derde partij van Nederland was. Democratie is niet voor ons. Democratie is voor de anderen. PVV'ers mogen wel belasting betalen, maar meebeslissen over de besteding ervan, nee, dat weer niet. Wel taxation, maar geen representation. Wie zijn er wel uitverkoren om de ambtsketting omgehangen te krijgen? Nou, 28% van de gemeente heeft een CDA-burgemeester. Een gruwelijke oververtegenwoordiging voor een partijtje die in de meest recente peilingen op 4% staat. Toevallig gaat het over de partij van de minister en die vindt het prima zoals ze nu gaat, zo schrijft ze aan de Kamer. Nogmaals, wie zijn er wel uitverkoren voor de ambtsketting? Even een kort rondje langs de velden. CDA-burgemeester Lamers van Schiedam wil burgers verplicht vaccineren. CDA-burgemeester Hessels van Echt Susteren zegt, het is tijd voor een splitsing tussen gevaccineerden en egoïsten die een prik blijven weigeren. CDA-burgemeester Van Hemmen te Midden-Delfland verbiedt een demonstratie van bloemen, van boeren. Bloemencorso. CDA-burgemeester Buma verhindert dat Zwarte Piet mag deelnemen aan de intocht te Leeuwarden. CDA-burgemeester Vroom ziet het als zijn heilige taak om meer gelukzoekers naar Krimpen aan de IJssel te halen. Van CDA-burgemeester Petter, Bergen op Zoom, mogen raadsleden de eed ook afleggen op Allah. CDA-burgemeester Westmaas van Meppel deed aangifte tegen Geert Wilders. Wie ook aangifte verzamelde tegen mijn fractieleider toen hij iets zei dat gesteund werd door 45% van de Nederlandse bevolking, is burgemeester Bruls van Havana aan de Maas. In een vrolijke kolonne trok de narrenstoet naar het stadhuis. Die Bruls, kortom, is echt iemand die boven de partijen staat. Meneer Bruls is ook voorzitter van de Veiligheidsregio's, een samenwerkingsverband dat gaat over rampen zoals branden. Maar de afgelopen 2 jaar is er iets bizars gebeurd. De veiligheidsregio's gaan ineens ook over corona en over de asieltoestroom. Zo werd meneer Bruls de onderkoning van Nederland, gekozen door helemaal niemand, maar wel met een waffel van hier tot Tokio. Hij komt steeds met nieuwe eisen. Eergisteren weer, Bruls zet druk op kabinet. Spoedwet moet snel komen. Pardon, moet komen? Wie zegt dat? Op basis waarvan meent de opperbobo van de veiligheidsregio's druk te kunnen zetten? Waarom doet de minister niets om hem terug in het hok te krijgen? Graag antwoord. Waarom laat zij het huis van Thorbecke zo verpieteren? Waarom staat zij toe dat burgemeesters, en daar gaat het vandaag over, en gemeenteraden gepasseerd worden? Mijn voorstel is dat ze opkomt voor het ambt van burgemeester en dat ze meneer Bruls toespreekt. Mag ik er ook nog even horen over de asielwet, de nieuwe asielwet die de gemeentelijke autonomie nog verder terugdringt. Het is een blijvende, permanente wet die de gemeentelijke autonomie inperkt en gemeenten buitenspel zet. Ze machteloos maakt over de toestroom van asielzoekers. Is de minister daar net zo ongelukkig over als mijn fractie? Tot zover. Dank u wel, voorzitter. 3 seconden overschrijding. Vooruit. Ik had ook nog een aantal vragen van de heer Bosma. Ik herkende volgens mij een deel van de inbreng en de vragen die de heer Bosma ook mij tijdens de begrotingsbehandeling gesteld. De vraag naar de heer Bruls als voorzitter van het Veiligheidsberaad klopt. Het Veiligheidsberaad is een overlegplatform dat zicht heeft op het functioneren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de praktijk en bevordert ook de samenwerking tussen veiligheidsregio's. Die Veiligheidsberaad benoemt altijd uit zijn midden een voorzitter, dat op dit moment de heer Bruls is, de burgemeester van Nijmegen. En zij beschikken niet over formele bevoegdheden, maar hebben een signalerende en dragen een rol ook bij de landelijke afstemming. Heer Bosma.
interruptie. Volgens mij was de minister nog halverwege een zin. Ja, voorzitter, ik zag in mijn ooghoeken meneer Bosma naar voren komen. Nee, dus maar, ik dacht, ik zet nu gewoon een punt. Ja. Dat ziet u, want dat zijn de staatsrechtelijke verhoudingen. Maar het, ja, als je kijkt naar die veiligheidsberaad en de veiligheidsregio's, die zijn opgericht naar aanleiding van de Bijlmerramp, de Herculesramp. En het ging gewoon echt om rampen in de zin van branden. Dat geeft de minister ook toe in haar antwoord zojuist. Maar de praktijk is inmiddels heel anders. Want dat veiligheidsberaad, niet voor niets was de heer Bruls de afgelopen 2 jaar niet van het scherm te branden, gaat ineens over corona. En gaat nu ook ineens over de asieltoestroom. En vandaar dus deze mysterieuze krantenkop. Bruls zet druk op kabinet. Spoedwet moet snel komen, anders loopt asieldeal gevaar. En dan hoor ik net de minister zeggen, ja, maar het gaat alleen over, over rampen en branden. Dus er is iets gebeurd, informele macht, waardoor meneer Bruls en het Veiligheidsberaad dus waanzinnig buiten zijn oevers is getreden. Dat kan de minister toch niet zomaar accepteren. Daar hebben we toch als Tweede Kamer nog nooit over gestemd. Minister. Ja, voorzitter, het wekt de indruk alsof de leden van het Veiligheidsberaad zomaar op die functie zijn terechtgekomen. Maar ik denk dat het wel goed is om dat nog even toe te lichten, is dat de voorzitters van de veiligheidsregio's door koninklijk besluit worden benoemd. Dat ze eerst ook gehoord de burgemeester van de deelnemende gemeente en na advisering van de commissaris. Dus het is niet zomaar dat ze die positie krijgen. En wat je ziet is dat ze een brede signalerende rol hebben. En ik durf hier echt ook wel gewoon te zeggen dat ook met corona, maar ook bij de crisisnoodopvang, de opvang van de Oekraïners, zij echt een wezenlijke rol hebben gespeeld om ervoor te zorgen dat er een aantal zaken voor elkaar werden gekregen. En het is daarbij belang dat zij het algemeen bestuur van de veiligheidsregio wel natuurlijk verantwoording aflegt aan de deelnemende gemeenteraden. En daar het gesprek ook over plaatsvindt. Dus in die zin valt dat ook binnen de wet op de veiligheidsregio's. Ja, ik heb die wet bestudeerd. Die gaat terug naar minister Terhorst. We hadden het net over minister Plasterk, maar dit gaat nog verder terug. En nogmaals, die wet die kwam er omdat er op het gebied van rampenbestrijding, Herculesramp, Bijlmerramp, dingen niet goed gingen. En als je naar die wet kijkt, gaat het gewoon over dat soort herkenbare rampen. Brand, vliegtuig stort neer, et cetera. Dat moest beter gecoördineerd worden, snap ik helemaal. Ik begrijp ook hoe al die mensen daar terecht zijn gekomen, snap ik ook. Maar wat ik niet begrijp, is dat ze nu eens over corona gaan en dat meneer Bruls 2 jaar lang elke dag op de televisie is en zegt, ja, we moeten toch misschien een lockdown of toch iets met mondkapjes. Daar gaat het helemaal niet over. Dus die man is een onderkoning van Nederland geworden. De Tweede Kamer heeft dat nooit besloten. Hij speelt ook een belangrijke rol nu in het verwerken van die asieltoestroom. En hij spreekt nu gewoon het kabinet toe. Hij zegt, hij zet druk op het kabinet. Dan denk ik, hoe is dat in hemelsnaam mogelijk geworden? Waarom staat de minister dit toe? En waarom zegt de minister niet gewoon, meneer Bruls, tandje minder? Minister. Ja, voorzitter, wat ik het interessante vind van het betoog van de heer Bosma is dat hij zijn betoog begon met het feit dat de burgemeester aan de leidraad van de minister van Binnenlandse Zaken zat. En nu krijg ik een heel betoog van de heer Bosma dat hoe het kan dat de burgemeester van Nijmegen tegen het beleid van het Rijk ingaat en zich daar niet aan houdt en een eigen mening heeft. Dat is toch best bijzonder, want de heer Bosma begon letterlijk zijn betoog met het feit, ja, die burgemeesters die lopen allemaal aan de leiband van de minister. En nu hoor ik een betoog dat burgemeesters een eigen mening hebben. Dus dat maakt het een beetje ingewikkeld. Maar op de inhoud kan ik tegen de heer Bosma zeggen is dat de rol van de veiligheidsregio's ook op basis van de wet publieke gezondheid er één is. En zij gewoon ook afgelopen jaren gewoon een bijdrage aan hebben geleverd dat we hele lastige situaties met elkaar hebben kunnen oplossen. Maar ik zie wel een kleine tegenstelling in het betoog van de heer Bosma. Ik ben er om de minister te helpen. De tegenstelling. Kijk, die meneer Bruls die spreekt op dit moment spreekt helemaal niet als burgemeester van Nijmegen. Hij spreekt namens het Veiligheidsberaad. Dat is heel wat anders. Dus er is iets gecreëerd in Nederland. Een bijna een soort vierde bestuurslaag. Waar we dus geen grip op hebben. Waar de Tweede Kamer niets over te zeggen heeft. We hebben gezegd, oké, die wet die moet er komen. 20 jaar geleden, mevrouw Terhorst, prima. Maar het gaat over branden en het gaat over rampen. Nu gaat het over corona en asiel. Daar hebben we nooit enige toestemming voor gegeven. Nooit enige minister heeft dat geaccordeerd. Dat is gewoon uit zichzelf gegroeid. Het is een wildgroei, een nieuwe bestuurslaag. En dat is volgens de wet klopt dat niet. Dus hoe kan het nou zijn dat die meneer Bruls, niet als burgemeester, maar als chef van het Veiligheidsberaad, druk zet op het kabinet? Wat is hier gebeurd? Waar hebben we zitten slapen?
Minister. Voorzitter, als eerste, het klopt wel. Want in het kader van corona is er een opschaling geweest in crisissituaties. En hebben ze gewoon een formele bevoegdheid. Dat is ook op basis van de wet veiligheidsregio's. En daarnaast heeft veiligheidsregio's ook gewoon een signalerende rol. Nou, daar is klip en klaar een signaal klaarblijkelijk in de krant over terechtgekomen. En nogmaals, het algemeen bestuur van de veiligheidsregio legt gewoon verantwoording af aan de gemeenteraden. Dus in die zin is er gewoon een verantwoordingsrelatie. Ik vind het ook van belang om dat te benadrukken. En ik vind het ook van belang om te zeggen dat het goed is dat we in Nederland met elkaar samenwerken op het moment dat we tegen moeilijke situaties aanlopen, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt om dat tot stand te brengen. Voorzitter, had ik nog één laatste vraag. Dat ging over een wet in het kader van asiel. Die wet, zoals ik ook tijdens de begrotingsbehandeling aangaf, is ook nog in voorbereiding. Die heb ik ook nog niet in de ministerraad gezien. Gaat u door. En daarmee kom ik tot het eind van mijn beantwoording. Op dit blokje? Nee, de totale beantwoording. Ja, de totale beantwoording. Ja. Ja. Fantastisch. Kijk eens, joh. Op dit laatste punt, voorzitter. Ja, nog één punt, meneer Bos. Ja, nou, die asielwet, ja, die is er nog niet officieel, maar we lezen allemaal in de krant dat inmiddels de coalitiepartijen het steunen. Die asielwet die zegt gewoon dat gemeenten gedwongen worden om aantal asielzoekers op te vangen. En dat betekent volgens mij een uitholling van de gemeenteraden, een uitholling van de gemeentelijke autonomie. En vooral, het gaat vandaag over de burgemeesters, een uitholling van de positie van de burgemeester. En dat is ook daarmee ook een aantasting van het huis van Thorbecke. Hoe is het nou mogelijk dat de minister ook maar even boven de markt laat zweven dat zij het hiermee eens kan zijn? Minister. Voorzitter, de heer Bosma loopt vooruit op wetgeving die hier nog niet in de Kamer ligt. Volgens mij moet deze wetgeving nog eerst door de ministerraad heen. Daarna nog in consultatie, daarna nog langs de Raad van State. Dus er komt nog uitgebreide tijd om met de staatssecretaris voor asiel en migratie hierover de discussie te voeren. En onder... Ja. Punt. Ik zag de voorzitter knikken. Ja, dan... Sorry, het kabinet is net aan het einde gekomen van de eerste termijn van de beantwoording. Dus even te kijken, we gaan gewoon door met de tweede termijn. Hebben we daar spreektijden voor? Ik zit even nu te... Een minuut en 20 seconden. Ik hoor u net minuut en 20 seconden. Dus meneer Bosma, kan dat? Ik heb eigenlijk geen bijdrage, maar ik dank de minister voor haar antwoorden. En ik hoop dat ze het licht gaat zien qua veiligheidsberaad, veiligheidsregio's. En als ze dan heel formeel wil zijn, dat ze ook haar poot stijf zet rondom de asielwet die neerkomt op het uithollen van de gemeentelijke autonomie en het beschadigen van het huis van Thorbecke.